Ik heb het gehouden bij 2 boekreviews. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag. Ik heb net mijn plantje water gegeven. En nu ga ik die terug op zijn plekje zetten op de vensterbank. Ondertussen verlucht ik ook even mijn kamer. En het boek die ik gisteren heb uitgelezen neem ik eventjes mee naar beneden, zodat ik wat werk heb vanmiddag. Want eerst heb ik cursus ecologisch tuinieren, die duurt tot 11:30 uur. En vanaf 1:30 uur moet ik op dezelfde plaats beginnen werken, dus ik blijf daar, maar ik pak mijn laptop gewoon mee om wat reviews te schrijven en zo. Ik ging net mijn lipbalm gebruiken, wat moet ik hiermee doen? Er zit nog super veel in, maar het is gewoon van elkaar gekraakt. Regenboog. Net de tweede les van de cursus ecologisch tuinieren gehad. Van veld. En ik moet hier nu vanmiddag werken, dus ik blijf hier, ik heb mijn eten mee. Bak mijn werkdingen mee, eten, laptop. Ondertussen heb ik 1 boekreview. Okay. Ondertussen heb ik 1 boekreview geschreven. Toch voor de eerste keer, want ik bekijk dat dan nog een keer. Schrijf ik die eventjes opnieuw en dan stuur ik het wel eens door om te verbeteren. Mijn mama is wel lief om dat altijd voor mij nog eens na te checken. En dan ga ik beginnen aan de review van het boek Fluisterwater. Nu heb ik de review van Peking Blood geschreven. En dan, als ik daarna nog tijd heb, kan ik misschien beginnen aan de review van Niet Omkijken, Camille. Ook mijn review geschreven over Fluisterwater. Ik heb nog 27 minuten, maar ik denk niet dat ik het ga besteden aan een boekreview. Ik denk dat ik nog wat video's ga editen. Denk ik. Ik heb het gehouden bij 2 boekreviews. Ik heb toch niet meer begonnen aan mijn werken van mijn video's. Ik ga nu palingweek beginnen open doen en alles aanleggen en klaarzetten en zo. Dan kunnen we het eerste bezoek verwachten. Toen ik thuis kwam, heb ik soep gemaakt, wortelsoep. Heb ik een paar dingen gesorteerd. Is mijn broer gekomen, heb ik gegeten. En dan heb ik een tuinplan gemaakt. Om te kijken wat ik in onze tuin wil zetten dit jaar. In tegenstelling tot vorig jaar wil ik mezelf iets minder werk geven. Zo heb ik een paar stukjes van het veld genomen voor groen bemesten, waar ik zelf niet veel aan moet doen. Een deel voor aardappelen, die eerst wel een klein beetje werk vragen, maar daarna ook niks meer. Zo van die dingen. Tijd voor een nieuw boek. Welke? Misschien blauw? Of ga gewoon naar de volgorde lezen en dan is het aan. Allemaal willen we hemel van Els Berten. Dus aan dit boek ga ik vanavond beginnen. En ook vandaag gaan we weer een nieuw briefje aftrekken. Zo'n interessante tekening. Het doet me eigenlijk een klein beetje denken aan de stijl van Paulien. Maar dit is een tekening van Lara Paulussen. Ik ga al deze illustraties verzamelen en in mijn bakje gooien. En als iemand ooit iets weet om ermee te doen, ga ik die gebruiken. Ondertussen leg ik een nieuwe outfit klaar voor morgen. Ik heb een aantal sokjes teruggevonden, dus er mogen een paar af. Ik heb deze 2 er al afgehaald. En dan moet ik nog 2 van die vriendjes zoeken. Deze en deze. De laatste tijd heb ik echt heel erg veel last. Alleen de laatste maanden heb ik heel erg veel last van jeukende voeten. Echt enorm jeukende voeten. En ik ben aan het proberen wat daartegen zou helpen. En om
dat uit te volgen. Ben ik nu een tijdje bezig met elke avond en elke ochtend mijn voeten te wassen. Elke avond ze in te smeren met super verzorgende crème. Dan met sokken te slapen, ja, want ik slaap met sokken. Dan de volgende ochtend verse sokken aan te doen. Vanavond heb ik ook een beetje gescrubbed om ze nog beter te verzorgen. En hopelijk werkt het. En anders, als dat niet moest werken, kan ik altijd terug met deze antitranspirant roller aan de slag. Dit is voor gevoelige oksels, maar dus ook voor als je last hebt van zweetvoeten. En ik weet niet echt of ik zweetvoeten heb. Soms wel, soms niet. Zeker als ik aan wandelschoenen heb gezeten, dan wel. Of sportschoenen. Maar dat zou daar tussen bij helpen. En misschien dat daar ook de jeuk van komt, omdat mijn voeten te veel zweten in mijn schoenen. Want ik draag altijd sneakers. En ik draag ook heel vaak zelfs een paar schoenen. En dat is ook iets die ik ga omwisselen op dit moment. Ik ga proberen elke dag van schoen te wisselen. Van droge voeten naar mijn droog gezicht. Normaal gebruik ik de Sensitive Day & Night Cream. Maar nu gebruik ik de Hydrating Day & Night Cream. Omdat ik gewoon merk dat mijn gezicht heel droog kan zijn tijdens de winter.